Yo mensen, Nieuwk hier en voordat deze Q&A begint wil ik allereerst eventjes heel kort iets zeggen. Deze Q&A moest namelijk eigenlijk gisteren of eergisteren online komen, maar de afgelopen dagen waren voor mij gewoon heel erg rommelig. Het is namelijk zo, mijn tante heeft eergisteren een hersenbloeding gehad en het klinkt echt heel erg, is het eigenlijk ook wel, maar eigenlijk is ze nu gewoon buiten levensgevaar, dus dat is in ieder geval goed. Voor de mensen die niet weten wat een hersenbloeding is, dat is eigenlijk gewoon een scheurtje in een bloedvat in de hersenen. Daardoor stroomt het bloed uit dat bloedvat in de hersenen en dat gaat zeg maar duwen op je hersenweefsel. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, is het eigenlijk ook wel, want ja, het is heel veel gedoe en zo. Maar ze is gelukkig buiten levensgevaar. Maar als de komende dagen bijvoorbeeld een keertje een video wat later is of niet online komt, dan weten jullie dat het misschien daaraan kan liggen. We hebben namelijk ook de hondjes opgevangen en een van de honden was sowieso al ziek. Dus het was een beetje veel gedoe de afgelopen dagen. Maar goed, laten we snel overgaan naar de Q&A. Hopelijk vinden jullie hem vet. Ik vond het in ieder geval leuk om jullie vragen te beantwoorden. Let's go! Yo mensen, Nieuwk hier en welkom terug op de Infinity Pack met vandaag aflevering 80 van deze serie hier op mijn kanaal. Ik dacht jongens, het is aflevering 80, toch wel een redelijk speciale episode, dus waarom geen Q&A ervan maken? Ik had natuurlijk ongeveer, nou het zal het zijn geweest, anderhalve week geleden of zo, had ik al gevraagd of jullie Q&A vragen achter wilden laten. Ik had ze ook al beantwoord vorige week ergens. Maar toen had ik een beetje problemen met het geluid. Ik had toen namelijk net deze nieuwe webcam waar jullie nu ook naar zitten te kijken. Tenminste naar mijn hoofd door zitten te kijken. En hopelijk zijn nu alle problemen gefixt. Dan kunnen we gewoon lekker alsnog de Q&A op gaan nemen. Ik heb in totaal 26 vragen voor jullie geselecteerd. Er waren echt 100 comments of zo. Dus sorry als je vragen niet bij zit. Maar ik kan natuurlijk geen 100 vragen beantwoorden. Maar dat snappen jullie zelf ook allemaal wel. Natuurlijk zien jullie op de achtergameplay. Achtergrond gameplay. Dat lijkt me wel zo makkelijk. Zie je natuurlijk gewoon VTBeast Infinity. De 80ste aflevering dus jongens. Holy shit. Het is echt zo ongelooflijk hard gegaan, hè. We zijn nu al een half jaar bezig met deze serie. En toen ik deze serie begon, dacht ik van, nou, weet je, een beetje door de zomer heen komen. En dan is het denk ik wel klaar. Maar dat ik had echt nooit en ten nimmer verwacht dat de serie echt gewoon serieus tot het einde van het jaar zou gaan duren. Super awesome natuurlijk, maar laten we snel gaan beginnen met de vragen. Oké, jongens, dan gaan we dan vraag nummer 1, of eigenlijk beter gezegd de allereerste 4 vragen. 1. Wil je eens een video met je vriendin doen? Dat heb ik eigenlijk gewoon expres nog nooit gedaan en daar ben ik ook nog eventjes niet van plan om te gaan doen. Gewoon puur omdat ik mijn vriendin het liefst eventjes buiten YouTube ga houden. Want ik weet gewoon, weet je, ik weet hoe het gaat bij andere mensen die een video met hun vriendin maken. Dan krijg je echt gewoon alleen maar van die klote comments, weet je wel. En de meeste van mijn kijkers doen ook gewoon normaal, want ik moet eerlijk zijn, mijn kijkers zijn over het algemeen echt gewoon super. Ze supporten me altijd echt gewoon super en eigenlijk lopen ze nooit echt te haat zaaien op een paar mensen na, maar dat hou je toch niet echt tegen. Maar voor nu zit er nog eventjes niet in. Misschien in de toekomst, maar voor nu nog eventjes geen video met mijn vriendin. 2. Waarom Richard? Ja, dat vraag ik eigenlijk ook elke keer lang nog zelf af. Waarom ik godsnaam met Richard video's maak? Nee, maar op zich is het wel altijd wel leuk met Richard. Weet je, we fokken elkaar altijd gewoon. Richard is niet de enige trouwens die ik altijd zo ja, sarcastisch loopt uit te schelden en voor dingen uitloop te maken. Weet je wel, dat doe ik echt gewoon bij iedereen. Ik ben altijd sarcastisch en ik probeer zoveel mogelijk mensen gewoon ja, niet kwaad te maken, maar gewoon te trollen. Weet je wel, dat vind ik gewoon grappig. En nou ja, Richard is er ook gewoon een van. Met wat neem je op? Ik neem eigenlijk al sinds het begin van mijn YouTube-leven, als ik het zo mag noemen, neem ik eigenlijk al op met fraps. En echt, dat is sinds, nou het zal zijn geweest, 2011 of zo. Oké, daar ben ik weer. Ik moest eventjes heel graag mijn kat naar buiten toe laten. Die liep namelijk aan mijn deur te krabben. Dat doet hij echt altijd gewoon. Dus ik dacht van, nou, ik wil vast naar buiten toe. Oké, maar de laatste vraag is, ga je nog met kleinere YouTubers opnemen? Heb ik natuurlijk wel al een keertje gedaan, soort van, weet je, dat we in de, hoe heet het ook weer, in de Minecraft Party Server gingen spelen met z'n allen en ik gewoon daar video's ging maken. Dat wil ik op zich nog wel een keertje gaan doen in de kerstvakantie of zo, of in elk geval nog wel in de toekomst. Maar voor nu wil ik nog niet echt gaan opnemen met andere mensen, gewoon puur omdat ik nog een beetje bezig ben om zelf groter te gaan worden. Want ik weet hoe mensen naar mij kijken, want toen ik zelf 100 abonnees had, dacht ik ook van, holy shit, die mensen die 7000 abonnees hebben, die zijn echt groot. Maar jongens, geloof me, momenteel ben je pas echt groot in Nederland als je echt een beetje rond de 50.000 subs zit, weet je wel, of de boven. Natuurlijk gewoon Enzo Knol er buiten gelaten, want die zit momenteel bijna op de 1 miljoen subs. Dat is echt gewoon helemaal gek gewoon in Nederland, dat je 1 miljoen subs kan halen. Dat zijn er echt ziek veel gewoon, jongens. Dat is echt heel veel in Nederland. Maar even kijken, we gaan snel naar de volgende vraag. Dit waren er trouwens 4, dus het duurde wel eventjes. Volgens mij zijn de rest van de 25 vragen niet zo ongelooflijk lang.
Oké, de volgende vraag is, hoe speel je Space Astronomy? Is natuurlijk gewoon de modpack die ik samen met Richard momenteel aan het spelen ben. En die is eigenlijk heel erg simpel te verkrijgen. Je gaat namelijk gewoon naar de V2B's launcher. Heb je die launcher nog niet, staat er nu een linkje in de beschrijving. Die staat er eigenlijk altijd bij elke aflevering van V2B's Divinity. En dan kun je daar gewoon de launcher downloaden. Volgens, als je de launcher hebt gedownload, start je deze launcher op. Ga je rechtsboven naar het kopje packcodes. Ik zal eventjes een plaatje laten zien waarschijnlijk nu. En bij die packcodes vul je in Space A. Klik je op enter en vervolgens zal dus pack gaan verschijnen in jouw modpacklist die je daar ziet staan. En vanaf daar kun je hem gewoon launchen. Er wordt de pack gedownload en kun je hem eigenlijk daarna gewoon spelen. Super simpel. En de volgende vraag is, Quinn, wanneer ga je weer een keertje verder met Draconic Evolution? En waarschijnlijk bedoelt hij dan gewoon Draconic Evolution met de V2B's Infinity Pack. Maar ik zit er een klein beetje met een probleem. Ik wil namelijk wel verder met Draconic Evolution, maar het probleem zit hem gewoon in het feit dat ik echt nog amper Draconium Ore kan vinden. Het is echt gewoon bijna allemaal op. Natuurlijk kun je wel in die end op zoek gaan naar van die asteroïden, weet je wel, van die meteorieten waar je ze kunt vinden. Maar ja, dat is ook echt ontzettend moeilijk, want ik geloof dat die dingen eens in de 10.000 blokjes voorkomen. Dus eigenlijk is dat gewoon onbegonnen werk. Dus ja, ik wil wel verder gaan. Ik zou op zich die end kunnen gaan resetten, weet je wel, de wereld verwijderen uit je mapjes en dan gewoon weer opnieuw gaan betreden. Maar ja, ik weet het niet, jongens. Dus ik wil wel verder met Draconic Evolution, maar momenteel kan het gewoon nog eventjes niet. Heb je ooit tegen je moeder gescholden? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Nee, waarschijnlijk wel een keertje sarcastisch of zo, weet je wel, maar dat doet ook wel mensen tegen mij, maar nooit echt van, ja, je bent een kutwijf, echt gemeend of zo. Nee, dat ga ik ook niet doen. Dus, nee. Waarom geen Agrarian Skies meer? Nou, eigenlijk is dat gewoon zo, omdat Richard opeens heel erg druk kreeg, weet je? Uiteindelijk hadden we echt iets van, we hadden een streamserie, we hadden Regrowth dus, we hadden Agrarian Skies, we hadden nog een serie. En eigenlijk werd het gewoon te veel voor Richard toen hij weer naar school toe ging. Want ja, zoals jullie misschien nog wel weten, vorig jaar had Richard namelijk helemaal geen school. Kon hij eigenlijk gewoon elke dag non-stop opnemen, maar dat kan nu gewoon niet meer. Hij moet echt super vaak naar school toe, gewoon vier dagen per week geloof ik. Hij moet sowieso anderhalf uur heen, anderhalf uur terug reizen. Hij heeft nog fitness, hij heeft huiswerk en noem het allemaal gewoon op. Dus eigenlijk kwam het er gewoon een klein beetje op neer dat er geen tijd meer voor was. Het is heel erg jammer, maar ik hoop volgend jaar Agrarian Skies misschien alleen te gaan spelen of het anders wat beter aan te gaan pakken met z'n tweeën. Maar dat moet allemaal gaan zien volgend jaar. Wanneer ga je weer live en kan het nog eerder dan de kerst? Nou, het is inmiddels al bijna kerst als ik deze video upload en is denk ik nog 2 weken van kerst vandaan. Maar ik wil nog sowieso wel een keertje gaan streamen in de kerstvakantie. Of het voor kerst gaat worden of na de kerst gaat worden, dat weet ik nog niet precies. Maar sowieso in de kerstvakantie, dus binnen nu, 2 à 4 weken, ga ik sowieso weer proberen het streamen op te pakken. Want ik vind het zelf wel heel erg leuk, maar ik heb gewoon heel vaak tijd tekort om te kunnen gaan streamen. Maar het is zeker iets wat ik wel weer een keertje op wil gaan pakken. Wat vind je het lekkerste eten en naar welke fastfoodrestaurant ga je het liefst? Oké, wat ik het lekkerste eten vind is denk ik rijst of pasta, denk ik. Dat vind ik wel eigenlijk wel het lekkerst. Dat eet ik ook echt gewoon serieus 3 of 4 keer per week. Dus dat vind ik denk ik wel het lekkerste eten. Als je 2 jaar geleden had gevraagd, had ik sowieso friet gezegd. Want toen was ik echt gewoon helemaal into friet. Had ik echt best wel ongezond, al zeg ik het zelf. Maar nu doe ik dat eigenlijk niet meer. Nu eet ik eigenlijk heel erg gezond. Ik eet gewoon fruit, groenten, ook heel erg veel. Spaghetti dan, macaroni, noem het allemaal op, rijst. Echt gewoon allerlei soorten dingen. En natuurlijk ook gewoon sinds ik fitness ben ik ook echt gezonder gaan eten. Ook echt veel gezonder gaan eten, jongens. Vroeger had ik echt gewoon serieus makkelijk 2 keer per week patat. En nu staat het me eigenlijk al tegen als ik 1 keer per week patat moet eten. Maar als ik dan toch een fastfood restaurant moest gaan kiezen waar ik het liefst heen wil en waar ik ook echt nog wel echt lekker vind om te eten, is het toch wel oldschool McDonald's, jongens. Ik vind McDonald's nog altijd gewoon een keertje lekker om gewoon even wat te eten, weet je wel. Die dingen zijn echt zo chemisch en ongezond volgens mij, die burgers en zo, maar het is gewoon lekker, weet je. Ik weet niet. Ik vind McDonald's gewoon nog steeds het lekkerst. En als ik de kans krijg, ga ik er zeker nog af en toe wel eens heen om een McFlurry of iets te halen. Maar zo heel vaak kom ik er niet. Wie is je grote idool? Nou, eigenlijk heb ik niet echt bepaald een idool, weet je wel, echt iemand waarvan ik zeg van holy shit, die persoon wil ik zijn of zo. Maar natuurlijk zijn er wel een aantal mensen waarvan ik denk van ja, die hebben het wel een beetje goed gedaan in het leven, zeg maar. Die hebben toch dingen goed gedaan. Eentje daarvan heb ik volgens mij al een keertje in mijn Q&A of in ieder geval op een stream of zo genoemd. Is namelijk Christian Guzman. Is een fitnessmodel van Gymshark. Zullen misschien sommige mensen die fitness wel kennen. Hij is bijvoorbeeld, hij heeft een YouTube kanaal die best wel goed loopt. Hij heeft een eigen kledinglijn waar ik echt super veel shirtjes van heb. Zo, en ik heb dus eventjes een shirtje erbij gepakt. Wat ik al zei, wel een klein beetje reclame. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuke kleding. Niet heel veel mensen hebben het. En dat vind ik ook altijd wel leuk van kleding. Als je gewoon iets hebt, weet je wel, wat niet heel veel mensen dragen. Dat vind ik gewoon leuk om te hebben. En zeker aangezien het ook gewoon hele mooie kleding is, vind ik zelf. Alleen het nadeel is natuurlijk wel dat het helemaal uit Amerika moet komen. Dat je weer van die kosten moet betalen en dat soort dingen. Maar dit is dus de kleding.
vind ik er persoonlijk echt heel erg leuk uitzien. Ik weet niet eens of jullie me gaan horen nu, maar dat maakt niet zoveel uit. Even kijken. Oké, maar dat is dus een beetje wel mijn idool als het ware. Christian Guzman, niet echt een idool, maar gewoon iemand waarvan ik denk van, ja, daar kijk ik wel graag naar, naar zijn filmpjes en zo. Dus dat vind ik over het algemeen wel leuk gewoon. Nou ja, volgende vraag. Komen sommige livestreams die je hebt gemaakt op YouTube? Want ik heb er een aantal gemist. Nou, over het algemeen komen de meeste livestreams niet op YouTube. Ook al tegenwoordig de PM Modpack livestreams die ik doe, worden natuurlijk wel gewoon deels geüpload op YouTube aan de hand van die highlights, weet je wel. Dat heb ik in het begin gedaan, dat ik een aantal leuke momenten van de stream laat zien. Voorheen heb ik natuurlijk gewoon vooral gestreamd op Regrowth. Ik heb, wat heb ik nog meer gehad? Ik heb ook volgens mij eventjes Forgecraft gedaan. Ik heb heel veel dingen gedaan in elk geval. En al die streams waren eigenlijk ten alle tijde met copyrighted music. Oftewel gewoon muziek die gecopyrighted is die je niet op YouTube kan gebruiken, maar wel op Twitch op dat moment. Oftewel, als ik die streams dan af had gesloten, kon ik ze natuurlijk wel op YouTube zetten, maar ja, zodra ik aan het praten ben en er zit een copyrighted muziekje achter, kan ik het dan niet meer uploaden. Dus dat is eigenlijk gewoon de hoofdreden waarom de meeste streams uit het verleden niet op YouTube staan. Gewoon puur en alleen omdat ik copyrighted music gebruik. Vind ik wel persoonlijk leuker om naar te luisteren tijdens de streams en ook gewoon op de stream te hebben. Maar ja, wel als nadeel gewoon dat je het niet kan uploaden op YouTube. Dus vandaar, maar natuurlijk wel gewoon de PM Modpack streams komen gedeeltelijk wel op YouTube aan de hand van highlights. Quinn, ik heb zowat al je video's bekeken en vraag me af of je een kanaal hebt waar je niet uploadt of niet vaak. Nou, ik heb wel een kanaal gehad natuurlijk vroeger. Voor Quinn Games had ik namelijk Nieuwk Productions. N-I-U-Q en dan gewoon Productions erachter. Dat was mijn allereerste kanaal. Daar speelde ik onder andere Amnesia op. Ik speelde de Call of Duty een klein beetje op. Minecraft ook echt gewoon mijn beginselen. Niet eens modded Minecraft, maar echt gewoon vanilla Minecraft. En dat is dus mijn eerste kanaal waar ik nu echt gewoon totaal niet meer op upload. Maar natuurlijk bestaat hij nog wel steeds. Kun je nog steeds op kijken als je dat zou willen. Volgende vraag is, wat is je grootste blooper? Richard, please. Zijn leven. Fuck you, Richard. Nee, oké, ik wil eventjes ingaan op de vraag, wat is je grootste blooper? Op zich heb ik niet echt dingen gedaan in mijn leven waarvan ik denk van, daar stond ik echt zwaar voor schut of zo, niet echt een blooper, maar ik heb wel vrij domme dingen gedaan. Bijvoorbeeld, ik geef eventjes een voorbeeldje, dat is denk ik wel echt het domste wat ik heb gedaan. Het valt echt reuze mee hoor, het is niet heel bijzonder of zo. Maar we waren namelijk in Disneyland, in het Disneyland Hotel, en waarschijnlijk zullen sommige mensen daar wel zijn geweest. Wel een mooi hotel, vrij duur ook, en ja, nou, we waren daar dus, en ik was er met mijn ouders en met een vriendin toen de tijd, niet echt vriendin, maar gewoon een meisje wat altijd meeging met ons. Ik was toen een jaar of, wat zou ik zijn geweest, ik denk 9 à 10 of zo. Dus ja, ik kon er niet echt heel goed nadenken van wat ik ging doen en zo, weet je wel. Nou, maakt niet uit. Ze vroeg wat te drinken en ze zat op bed. Dus ik pak zo'n, zo'n pakje, weet je wel, zo'n pakje Chocomel, zo'n klein pakje. Die pak ik uit de verpakking en ik denk zo van, je wil drinken, dan krijg je drinken. Dus ik smijt het keihard naar de toe, maar ik zet er blijkbaar ietsjes te veel kracht of zo, ik weet het niet. Dus ik gooi ietsjes te hard en de ding komt zo vol en vol hard tegen die muur aan. En ja, jongens, wat er dan gebeurt, dat wil je niet weten. Dat was echt gewoon splats. Gewoon bam. Alle chocomel volledig door de hotelkamer heen. Hele bekleding, hele dekbed, alle kussens waren gewoon compleet bruin-zwartachtig, weet je wel, van die chocomel. Het was echt. En mijn vader, die was zo boos, hè, jongens. Die was echt, echt, echt boos. Ik heb hem volgens mij nog nooit zo boos gezien, maar dat was echt. En ik ging helemaal stuk gewoon. Terwijl het niet eens grappig was. Maar ja, ik was gewoon een klote kind. Dus ik vond het wel grappig. En als ik het nu vertel, vind ik het nog steeds grappig eigenlijk. Maar niet door vertellen. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Wat is je favoriete spel? Alles behalve Minecraft. Nou, momenteel is dat 100% zeker weten. Call of Duty Black Ops 3. Maar in het verleden zijn het ook wel een aantal andere dingen geweest. Zoals FIFA heb ik eventjes leuk gevonden. Nou, wat heb ik nog meer gehad? Ja, ik heb wel meer dingen gehad. Maar eigenlijk gewoon over het algemeen, wat ik het meest heb gespeeld buiten Minecraft, gewoon de afgelopen maanden, is sowieso Call of Duty. Ik ben momenteel lekker aan het prestige, lekker in de avond veel aan het spelen. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk gameplays voor die te gaan halen. Jullie hebben vast wel ook gewoon afgelopen weekend de gameplay gezien van Call of Duty op de map Fringe. En ja, het ging wel lekker en ik wil echt gewoon doorgaan stomen naar die 80 plus gameplay. Maar dat zit er momenteel nog niet echt bepaald in. Maar jongens, dat gaat sowieso zeker weten een keertje gebeuren. Oké. Maak een top 5 modpacks, Quinn. Dit is misschien wel een lastige. Maar degene die ik bovenaan neer ga zetten is denk ik toch wel degene waarvan ik het echt het meest genoten heb. En waar ik denk ook een klein beetje meer bekendheid mee heb weten te krijgen. Namelijk seizoen 2 van Direwolf 20. Natuurlijk met seizoen 1 kwamen ook al veel mensen op af. Daar begon echt het groeien. Maar volgens mij in seizoen 2 van Direwolf begon het pas echt. En ook, dat heb ik ook iets van, nou wat zal het zijn geweest, 57 afleveringen of 58 afleveringen uitgehouden. Ook best wel heel erg lang. Volgens mij waren het er trouwens 56. Dus dat verdient sowieso de nummer 1 plek. Dat vond ik echt zo ongelooflijk leuke pack. Dat vond ik echt jammer dat ik moest stoppen. Maar ik wist gewoon toen de tijd niet echt iets meer. Dus op de nummer 1 spot gaat sowieso Direwolf 20 seizoen 2 komen.
Even kijken, nummer 2. Ik denk dat daar Infinity gaat komen. Want de huidige modpack Infinity, waar jullie nu dus aan het kijken zijn. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dat heb ik natuurlijk ook het langs volgehouden. We zitten momenteel op 80 episodes. Ik heb zo ongelooflijk veel mods daarmee gebruikt, weet je wel. We hebben echt van magische mods tot technische mods. En echt gewoon random mods. We hebben alles en iedereen gewoon gebruikt op die modpack. Dat klonk heel raar, maar jullie snappen denk ik wat ik bedoel. Dus Infinity krijgt sowieso een tweede plek. Dan kom ik denk ik op plek 3 uit op Granny in Sky, zowel seizoen 1 als seizoen 2, omdat ik het daar gewoon heel erg leuk mee had met Richard. 4 is dan denk ik de Crackpack, die ik natuurlijk gewoon had met ook met Richard, met Maurice en met Martijn. Duurde helaas ook niet super lang, maar was wel gewoon die 20 episodes die het duurde, was wel echt gewoon super leuk om te maken. En over nummer 5 moest ik eventjes nadenken, totdat mijn modpack er binnen schoot die ik eigenlijk helemaal vergeten was, namelijk de Madpack. Want de Madpack vond ik ook echt gewoon super awesome toen we naar de maan af gingen reizen. Natuurlijk met Dartcraft en allemaal andere soorten mods die ook echt super leuk waren. De Madpack was ook door jullie wel echt als een van de beste beoordeeld, dus wellicht dat de Madpack ook wel op nummer 3 staat voor mij, maar ik was hem eventjes vergeten. Maar sowieso in de top 5 staan Feed the Beast Infinity, Direwolf seizoen 2 op mijn kanaal, de Crackpack, Agrarian Skies en dan de Madpack. Of had ik die al? Nou, ik weet het niet meer. Ik zal nu wel eventjes een rijtje neerzetten van alle namen. Dan begrijpen jullie het wel. Kijk, wat voor vuurwerk steek je af? Nou, ik steek eigenlijk nooit vuurwerk af. Heb ik nooit gedaan. Ik vond het altijd zonde van mijn geld, weet je. Ik keek gewoon liever. Ik stond liever op een veilig afstandje. En ja, dat was ook nog eens gratis. Dus dat is mooi meegenomen. Maar ik steek dus helemaal geen vuurwerk af. Nooit gedaan. En ga ik waarschijnlijk ook nooit doen. Hou je van race games? Nou, eigenlijk totaal niet. Waarschijnlijk bedoel je dan de race games zoals Forza, als Need for Speed en zo. Dat vind ik allemaal niet zo leuk. Ik heb vroeger natuurlijk wel gewoon Mario Kart gespeeld. En nog steeds vind ik Mario Kart echt wel een van de leukere games. Sowieso eigenlijk Mario in het algemeen vind ik super leuk om te spelen. Maar echte race games zoals Forza en Need for Speed en zo, dat vind ik allemaal niet echt heel leuk. Ik ben gewoon niet zo'n type van race games. Ik hou er gewoon niet zo van. De volgende vraag is, wanneer ben je begonnen met je YouTube kanaal? Ik zal nu eventjes een plaatje laten zien van wanneer mijn allereerste YouTube kanaal is aangemaakt. Tenminste, niet echt mijn allereerste, want die is helemaal ziek lang geleden. Die zal ik ook eventjes laten zien. Volgens mij was dat echt in 2007. Dat was, nee, ik denk nog eerder zelfs, 2006. Iets in die richting in elk geval. Toen maakte ik namelijk RuneScape video's. Het was echt heel slecht. Maar ik maakte wel video's, dus op zich ben ik begonnen met YouTube in 2006. Maar echt serieus ben ik begonnen in 2011 à 2012. Oké, welke monster vind jij het vervelend in Feed the Beast Infinity? Nou, creepers. Welke pack ook, creepers zijn het vervelend, want altijd komen ze achter je aanlopen, altijd ontploffen ze, precies op het moment dat je ze echt gewoon totaal niet verwacht en ook echt gewoon totaal niet nodig hebt. Heb je eindelijk je emissiesysteem af, komt er een creeper aan, yo, hallo, bam, weg. Weg emissiesysteem. Dat is me serieus een keer gebeurd. En de volgende vraag is, wat wil je nog doen in je leven? Nou, ik wil niet een al te depressief antwoord gaan geven, maar er zijn niet echt dingen die ik nog echt wil gaan doen in mijn leven, weet je. Ik bekijk het meestal gewoon van dag tot dag. Ik denk niet van over 5 jaar wil ik daar staan, over 10 jaar wil ik dat gedaan hebben. Ik bekijk het gewoon van dag tot dag. Je zult mij alleen niet zo snel zien parachute springen of bungee jumpen of zo, want dat vind ik allemaal gewoon veel te extreem. Dat ga ik ook echt gewoon totaal niet doen, dat kan ik jullie alvast beloven. Maar wat betreft reizen, ja, misschien Amerika nog een keertje of zo, maar dat is wel ver weg natuurlijk. Dus dat moet ik even kijken, kost ook wel aardig wat centjes geloof ik. Dus dat moet ik even allemaal gaan bekijken. Maar als je een beetje een antwoord wil op wat wil je nog doen in je leven, zijn het denk ik gewoon vrij basic antwoorden. Zoals gewoon een huis voor mezelf kopen, een leuke baan hebben, gewoon een leuk leven leiden in het algemeen eigenlijk later. En voor de rest heb ik niet echt specifieke dingen waarvan ik zeg van dat wil ik nog doen of dat wil ik nog doen. Wie haat je het meest? Tussen haakjes Richard. Oké, op Richard na. Wie haat ik het meest? Dat is trouwens helemaal geen moeilijke vraag. Dat is echt sowieso fucking Roy Donders. Want echt, als ik die koppel zie, dan is mijn dag al gewoon klaar. Ik mag hem echt niet. Gewoon hoe die helemaal doet, weet je wel. Gewoon dat modige gedoe van hem. Dat altijd die haarlak van hem. En ook gewoon dat al dat bont wat hij draagt. Ik ben sowieso echt tegen mensen die bont dragen. Dat vind ik sowieso een grote bullshit. Maar die Roy Donders, als je daarnaar kijkt, dan daalt je IQ serieus gewoon met de seconde echt gewoon met 100. Dus binnen 2 seconden heb je geen IQ meer over. Maar ja, dus nee, Roy Donders mag ik echt niet. Sorry als je hem wel mag, maar ik mag hem echt niet. Wat heb je liever, niemand op je trouwdag of niemand op je begrafenis? Wat zijn dit nou even depressieve vragen, jongens? Even kijken, niemand op je trouwdag of niemand op je begrafenis? Nou, ik ben niet van plan te gaan trouwen, dus als er niemand op mijn trouwdag is, dan maakt het niet uit, want er is waarschijnlijk helemaal geen trouwdag. En niemand op je begrafenis, dat merk je weer niet. Dus ja, dan kan je denk ik beter niemand op je begrafenis hebben, want dan ben je er toch al niet meer. Ja, oké, niemand op mijn begrafenis. Maar ik denk ook niet dat ik ga trouwen, dus ja. De volgende vraag is,
Heb je wel eens gehad dat je dacht dat YouTube geen zin meer had? Dat heb ik zeker weten wel eens gedacht. Maar volgens mij hebben de meeste mensen dat wel gedacht die al langer dan 2 à 3 jaar YouTube doen. Dan moet je sowieso wel een keertje hebben gedacht van, heeft het nog wel zin? Is het dan nog wel zo leuk of ik heb geen zin in dat soort dingen? Ik heb denk ik niet zozeer gedacht van, heeft het nog wel zin? Maar meer gewoon in de zin van, gaat het niet ten koste van andere dingen in mijn leven, weet je wel? Want ik heb wel eens gewoon gehad dat ik zei van, ja, tegen mijn vriendin, kom maar wat later, want ik moet nog een video maken. Of bijvoorbeeld van, ja, ik kan misschien beter aan school en al dat soort dingen. YouTube kost gewoon heel erg veel tijd. Dus ik heb zeker weten wel eens gedacht, is het niet gewoon beter om te stoppen? Maar toen kwam ik eigenlijk altijd tot de conclusie, nee, ik kan beter niet stoppen. Want ik ben gewoon iemand, weet je wel, die als ik eenmaal aan iets gewend ben, daar heel moeilijk van afstap. Dus als ik bijvoorbeeld bezig ben met YouTube, zal ik niet zo snel zeggen van, ja, ik stop ermee, weet je. Want dan weet ik sowieso al dat ik er spijt van ga krijgen. Dus jullie hoeven niet bang te zijn dat ik ga stoppen in de nabije toekomst, want dat gaat sowieso niet gebeuren. De volgende vraag is, wat is het ergste wat je ooit hebt gedaan? Nou, op zich heb ik niet echt super erge dingen gedaan of zo. Ik ben nooit echt iemand geweest die dingen sloopt of zo, weet je. Of die echt hele rare dingen deed met vuurwerk of met fikkie stoken, dat soort dingen. Dus op zich heb ik nooit echt super erge dingen gedaan. Ik heb wel een keertje tegen mijn vader gezegd van, val dood. Dat was achteraf niet heel aardig en ook niet heel slim of zo. Maar ja, ik denk dat dat het ergste was. Toen was ik echt super boos, hè. Toen gingen mijn ouders weg. Dat weet ik nog heel goed. Mijn ouders gingen weg. Ik was alleen thuis. En toen vroeg ik of er een vriend langs mocht komen. Maar die vriend had ruzie met mijn ouders. Oftewel, hij mocht niet langskomen. Toen moest ik dus de hele dag alleen blijven. En daar was ik niet zo blij mee. En toen zei ik, val dood. Ja, had ik niet moeten zeggen, maar ik vond sowieso, achteraf vind ik het niet netjes om te zeggen, weet je wel. Maar ik vond ook een beetje kinderachtig dat die gozer niet mocht komen. Dus ja, nou, maakt allemaal niet uit. Het is niet super erg of zo. Even kijken, nu ben ik me vraag kwijt. What the fuck, was mijn vraag gebleven, jongens? Welk monster is je Minecraft skin is de volgende vraag. En dat is het monster van Amnesia The Dark Descent. Het monster wat achter je aankomt in die horror game. Die horror game Amnesia The Dark Descent was een van de hoofdseries op mijn vorige kanaal die ik dus net al noemde, Nuke Productions. Dus daar is eigenlijk gewoon mijn Minecraft skin uit voortgekomen. En die heb ik nooit meer veranderd. Dus het monster van Amnesia The Dark Descent. Hoe heb je Richard leren kennen en hoe lang al? Nou, even kijken. Wanneer heb ik Richard leren kennen? Ik ken hem eigenlijk al heel lang. Maar echt goed kennen en ook echt met hem omgaan, dat is echt pas sinds 3 jaar, 4 jaar ongeveer. Ik ken hem namelijk al echt uit groep 2. Dus het is nu ongeveer, nou, toen was ik 6. Dus ik ken Richard al denk ik iets van 15 jaar of zo. Maar toen ging ik eigenlijk nooit met hem om. Ik wist wie het was en zo, maar meer, niet meer dan dat. Tot ongeveer 4 jaar geleden, toen was ik namelijk met Martijn aan het spelen. Dus jullie sommigen ook wel kennen. Is wel een paar keer in mijn video's voorgekomen, Martijn. En die voegde eigenlijk Richard toe. En toen zijn we een beetje met elkaar gaan praten. En toen zijn we samen Minecraft gaan doen, modded Minecraft. En toen zijn we uiteindelijk ook nog samen gaan fitnessen. En ja, zo is eigenlijk een beetje alles gekomen. Welke YouTuber vind je het beste en welke het leukste en waarom? Nou, de eerste heb ik natuurlijk net al een klein beetje genoemd. Dat is namelijk Christian Guzman. En ook zijn vriendin Nikki Blackadder maakt ook heel erg leuke content. Het zijn eigenlijk gewoon alle twee fitnessmodellen. Dus als je van fitness houdt, is het zeker een aanrader. Maar waarschijnlijk Kees dan ook al gewoon. En die kijk ik nog meer. Max Tuning vind ik ook heel erg leuk. Is ook een fitnessgozer. Niet professioneel, maar wel gewoon. Hij maakt filmpjes tijdens fitness. Weet je, in de sportschool als hij aan het liften is. En hij is gewoon over het algemeen een heel erg grappige gozer. Gewoon buiten het fitness maakt hij ook gewoon super leuke content. Hij is heel erg grappig. Hij edit zijn video's gewoon heel erg leuk. Steekt er heel veel tijd in. Dus ja, als je van vloggen houdt en een klein beetje van fitness, dan is Max Tuning ook zeker een leuk iemand om naar te kijken. En als ik dan beter ga kijken naar de Nederlandse community, dan kijk ik eigenlijk heel weinig. Ik vind enige YouTuber in Nederland die ik echt leuk vind om te kijken, waarvan ik ook echt meerdere filmpjes kijk, is de King77NL. Gewoon puur omdat hij natuurlijk wat volwassener is, wat volwassenere content maakt. En ja, dat vind ik over het algemeen wel leuk om te kijken. Ook heeft hij natuurlijk een hele duidelijke mening, wat niet altijd gewaardeerd wordt hier in Nederland. Maar persoonlijk vind ik het wel leuk om naar te kijken, gewoon puur omdat hij iets creatiefs doet, weet je wel. Hij heeft nu ook een nieuwe serie Trust, vind ik ook grappig om te kijken, is ook gewoon goed in elkaar gezet. Dus ja, in Nederland is denk ik wel de King77NL. En buiten NL dan Christian Guzman, Nikki Blackadder en Max Tuning. En Buff Toots vind ik trouwens ook wel leuk. Maar ja, oké. Laatste vraag van vandaag weer. Wat is je lievelingsdimensie? De lievelingsdimensie. Natuurlijk met Advent of Ascension heb je echt superveel nieuwe dimensies. Ik vind trouwens die ene dimensie die ik een paar weken geleden had gedaan, waarin je echt verschillende lagen door moest komen. Echt zo'n hele dungeon door moest komen. Met aan de ene keer moest je van de ene naar de andere kant rennen. Moest je items overbrengen. De volgende is dan weer een boss battle. En natuurlijk kwamen er nog een aantal kamers achterna. Dus die is wel echt heel erg leuk. Die wil ik sowieso ook nog uitgespelen in Advent of Ascension. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar ik denk gewoon momenteel echt de leukste mod in het algemeen van de dimensie is toch wel de Twilight Forest. Die bestaat natuurlijk al echt een zeer lange tijd. Echt al 4 jaar of zo, denk ik. En hij is steeds geüpdate. Zeker nu je een beetje structuur in die hele dimensie hebt zitten. Met de volgorde van bosses die je moet killen. Een gloednieuw eindkasteel dat er gaat komen. En ja, noem het allemaal gewoon op. Er zit echt gewoon superveel tijd en werk en zo in die dimensie in de Twilight Forest. Dus momenteel is dat denk ik gewoon mijn lievelingsdimensie. Maar jongens, waren weer alle vragen, alle 26 vraagjes. Hopelijk hebben we er weer van genoten. En ja, nogmaals, sorry als je vraag niet is beantwoord. Maar misschien de volgende keer.
keer. Ook hebben jullie waarschijnlijk al op de achtergrond gameplay wat Lucky Blocks, of tenminste geen Lucky Blocks, hoe heet die dingen nou? Chance Cubes en Pandora's Boxes gezien. Dus ja, ik weet dat nu nog niet, want ik moet nog de gameplay op gaan nemen. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal al gezien. Bedankt voor het kijken van deze 80ste aflevering van VTB's Infinity. Ik dacht van, ik wil er toch een soort van, ja, speciaal iets van gaan maken in de vorm van een Q&A of iets. Maar bedankt voor het kijken. Heb je ervan genoten? Dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert me namelijk enorm om video's voor je te blijven maken. En zelf natuurlijk gewoon enorm bij het openmaken van zoveel mogelijk Chance Cubes en Pandora's Box. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace, jongens.